Er was van alles te zien, te proeven en te ruiken op de Grote Markt in Nijmegen. Tijdens een testmarkt kon de startende ondernemer aan een groot publiek zijn product of dienst laten zien, om te kijken of er vraag naar is. Zo was er ook vanille uit Oeganda om te proeven. Op de testmarkt in Nijmegen laat Godfrey zijn product zien. Vanille uit zijn geboorteland Oeganda. The test from our vanilla, we say that it has a sweet chocolate milk test. De vanille van Godfrey wordt grotendeels gekweekt op zijn eigen plantage in Oeganda. Zijn bedrijf bestaat nu 5 jaar en hij heeft al aardig wat klanten die zijn vanille kopen. Ik weet waar deze vanille vandaan komt. Ze komt echt uit, van de familie van Godfrey uit Afrika. Het is echt goede kwaliteit, dus ik werk er graag mee. Godfrey ziet graag dat zijn bedrijf groeit en daarom staat hij nu op deze testmarkt in Nijmegen. We see it as an opportunity for us to introduce a sustainable product to the Nijmegen and also to the entire country of the Netherlands.